Mag je de merknaam van iemand anders verwerken in jouw eigen handelsnaam? Uh, kort antwoord, dat hangt er vanaf. Waar het dan precies vanaf hangt, dat leg ik uit in de rest van deze video. Dus blijf even kijken. Oké, okay. merknamen en handelsnamen. Je hebt pas een merknaam als je het hebt geregistreerd bij een merkenbureau. Voor de Benelux is dat het Benelux Bureau voor de Intellectuele eigendom, Ofwel BBIE, of de meer gebruikelijke afkorting BOIP. Pas als het daar geregistreerd is en je het in het openbare register terug kunt vinden, heb je een merknaam. We noemen het in de volksmond al wel eerder een merk als het gewoon een bekende naam is en je branding goed geregeld is. Maar dan gaat het dus over een brand en niet over een merk. Een handelsnaam, dat is de naam van je bedrijf of van bijvoorbeeld een stichting of een vereniging waaronder je handelt, waaronder je naar buiten treedt. Ja, die mag je inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar het is geen verplichting. Het gebruik van die naam, bijvoorbeeld op al je reclameuitingen, social media accounts, op je offertes en je facturen, in je e-mailhandtekening, op je website. Dat zorgt ervoor dat je een handelsnaam hebt. Dan nou kan het natuurlijk zo zijn dat je een bedrijf hebt waarin je producten of diensten van een bepaald merk wil verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een autodealer die bepaalde merken auto's verkoopt. Mag je dan de merknaam in je handelsnaam verwerken? Nou, dat hangt er dus vanaf. Allereerst kun je natuurlijk gewoon afspraken maken met de merkhouder. Als die het goed vindt dat die naam terugkomt in jouw handelsnaam, dan is er niks aan de hand. Is de merknaam wat beschrijvend of kun jij het op een beschrijvende manier in je handelsnaam gebruiken? Nou, dan mag het heel vaak ook. Wat vooral niet mag, is dat jij met jouw handelsnaam de associatie wekt dat je ja, gelieerd bent, dat je een bepaalde band hebt met dat merk. Dat je bijvoorbeeld uh, een officiële dealer bent, terwijl dat niet zo is. En heel vaak kun je merken gewoon inkopen via de groothandel. Ja, dat betekent nog niet dat je een hele sterke band hebt met dat merk. Dus je mag niet de indruk wekken dat je op een bepaalde manier de verbinding hebt met dat merk. Als je eigenlijk alleen maar zelf inkoopt en weer verkoopt. Daar moet je heel erg goed voor uitkijken. Ik kan je geen goede oplossing bieden. Of je merknaam nou, in een handelsnaam verwerkt mag worden. Dat hangt er dus vanaf. Wil jij weten hoe het in jouw geval zit? Boek dan vooral een adviesgesprek. Dat kan via www.oploskoffie.nu. Kies eenvoudigweg de juiste datum en jouw voorkeurstijdstip en dan gaan we het samen helemaal uitzoeken. Voor nu dank je wel voor het kijken en ik zie je heel graag weer in een volgende, bij een volgende video op dinsdag. Bye bye.